De echt laatste vraag. Zeg nooit nooit. Gaan jullie nog weer samenwerken? Met z'n allen? Nou, sterker nog, we werken regelmatig samen. Ja, oké, okay, maar echt onder de naam, onder de vlag. Nou ja, onder het vlaggenschip. Dat is een beetje moeilijk natuurlijk. Want het was eigenlijk de laatste day heet klaar. Ja, precies. Er zijn heel veel soorten vlaggen waaronder wij kunnen varen. We hebben bijvoorbeeld nog niet zo lang geleden hebben wij in ieder geval, laat ik zeggen, wij, doe maar, dat noem ik dan Jan Hendricks, Henny en ik. Hè, want ja. We hebben verschillende drummers gehad. Ja. Zeker drie drummers gehad. En dus de kern die altijd, hè, vanaf niet het begin, want Henny kwam er ook pas later bij. Maar goed, vanaf dat Henny erbij kwam, zijn wij drie toch altijd de kern van de band geweest. En wij hebben dus nog niet zo lang geleden, een half jaar geleden, hebben wij met z'n drieën nog Boudewijn de Groot ja. begeleid. En dat was dus, het is gewoon altijd een enorm feest om met elkaar te spelen. En ja, maar je begrijpt wel waar het eigenlijk heen gaat, zeg maar. Jullie samen, die Doe Maar Sound, dat, of is het echt gewoon klaar nu? Nou, nee, het is niet klaar, want we vinden het nog steeds heel leuk om met elkaar muziek te maken. Alleen... Kijk, als het, zoals het in 2000 gebeurde, dat zal nooit weer gebeuren. Okay. Dat is te groot. Het ja. was toen ook te groot voor ons. Wij dachten één of twee keer, ahoy. En dan is het echt wel op. Maar dat werden dus 16 keer. Het werd zo groot dat wij konden het eigenlijk niet bevatten. Wij moesten die hele infrastructuur opbouwen, noem maar op. Dat brengen wij nooit meer op. Nee. Maar zo, in kleinere projecten heb je heel goed kans dat er zo hier en daar... iets opduikt. Een nieuw Doe Maar nummertje. Bijvoorbeeld. Oké. Ben benieuwd. Ja. Dankjewel. Ja.